Voor ons uh, Jeremy Jonker, uh, een nieuwe speler. Vertel eens wat uh, over jezelf, Jeremy. Ja, ik ben Jeremy, uh, 23 jaar. Uh, woon achter Napeldoren. Ik heb een uh, bedrijf sinds uh, vijf jaar nu met mijn broer samen. Nou het gaat hartstikke leuk. Zijn eigen baas en uh, mijn eigen tijden. Woon samen met mijn vriendin. Nou, hartstikke leuke tijd tot nu toe. En uh, ja, nog geen kinderen, dus. 23 jaar, eigen bedrijf. Lekker, mooi. Wat voor? Ik heb een, uh, een outlet in witgoed. Ze hebben een, een redelijk grote showroom, 800 vierkante meter en uh, een stuk magazijn erbij. Ze hebben producten die, uh, die een krasje voor een deukje kunnen hebben. Dus uh, ja, zijn we vijf jaar geleden begonnen en het is een beetje uit de hand gelopen. Mooi. Hartstikke mooi. En dan uh, nog sportieve ambities natuurlijk. Want anders uh, dan, uh, kom je niet uh, zomaar naar de geel-zwarte op derde divisieniveau. Nee, klopt. Ja, ja, sinds, uh, sinds dat ik klein ben voetbal ik al. En uh, ja, het is uiteindelijk de BVO is het niet geworden. Dus uh, toen op een gegeven moment weer, uh, weer teruggestapt naar de hoofdklasse, naar CSV. En daar hebben we eigenlijk heel veel plezier uh, erin gekregen. En uh, nu weer een beetje hogerop aan het komen. Je bent, uh, de techniek is uh, dik in orde bij jou, dat heb ik wel uh, gezien. En uh, je, je wil graag van achteruit uh, opstomen. Ja, ja, dat klopt. Ja, ik ben wel een uh, voetballende speler. Ik zal niet zo snel de bal uh, blind lang trappen. Dus ik probeer het altijd al voetballend op te lossen. En dat is ook nu wat ik, uh, wat ik bij GDMU aan het doen ben. En voor wat ik, uh, zover ik weet, uh, ook hiervoor uh, gehaald ben. Dus. Dan begint het ook langzamerhand te lopen bij Genemuiden en ja, mede dankzij jou misschien wel. Ja, ja ik mag het hopen. Nee, het, is, het, is wel, het is allemaal iets rustiger en uh, we hebben meer, meer opbouw vanuit, vanuit achter. Uh, meer rust, dus uh, ja, de, de aanvallen die, die lopen nu wel iets beter. Ja. We zijn heel erg benieuwd naar jouw uh, prestaties, uh, Jeremy Jonker. Je hebt getekend en je bent een DVS'er vanaf volgend seizoen. Gefeliciteerd! Dank u wel, zeer belangrijk. Back in town, it's the sound of the nation, it's the flashback. Daan Huiskamp. Ja, zeker Piet. Uh, welkom thuis. Dat uh, was inderdaad een kreet die ik wel uh, regelmatig gehoord heb toen ik weer uh, terugkwam bij DVS. En uh, ja, zo voelt het ook. Top. Ja. Heerlijk hè. Uh, die, uh, vanavond ook uh, de kennismaking met uh, alle spelers en met de nieuwe trainer, uh, dat beviel je? Ja, een beetje onverwachts, want uh, we waren natuurlijk allemaal niet op de hoogte van het feit dat iedereen hier uh, uh, vanavond zou zijn vanuit de nieuwe selectie. Maar dat is denk ik alleen maar goed, hè. kennis gemaakt met een nieuwe trainer. En, en dan zie je ook inderdaad alle jongens die, uh, waarmee je volgend jaar um, ja, uh, ten strijden gaat. Zeg maar. Dus dat, is wel, dat was wel even leuk. Ja. Ja. Eén ding uh, is uh, duidelijk: je bent weer uh, volkomen fit, uh, Daan. Ja, nee, zeker. Ik heb uh, na mijn enkelblessure die ik in mijn uh, ene laatste jaar hier bij DVS had. Uh, Um, ja, daarna weg naar Spakenburg gaan, daar heb ik mijn elleboog uit de kom gehad, maar nee, sindsdien uh, gaat het allemaal voor de wind en uh, op 33-jarige leeftijd nog steeds uh, topfit, dus dat is wel lekker ja. ja topfit uh, en uh, 33 jaar, dat is een mooie leeftijd voor een keeper, want een keeper die, die moet heel veel ervaring hebben en uh, die heb jij genoeg. Ja, nee zeker. Ik, uh, um, dat, yeah, vijf jaar DVS, jaartje Spakenburg waar ik ook veel in geleerd heb, niet heel veel gespeeld en nu dit jaar bij, uh, bij Genemuiden. Uh, ja, en, en dat, daarvoor natuurlijk ook het, het betaald voetbal, uh, het nodige ervaring opgedaan. En, uh, ja, weet je, dat neem je allemaal mee. En uh, ik hoop dat ik dat uh, volgend jaar hier uh, aan ja, voor mezelf gewoon lekker mee kan nemen, die ervaring. Maar ook uh, andere jonge jongens en, en het team uh, daaromheen een beetje mee kan helpen, inderdaad. Ja. Ook veel uh, geleerd van uh, Remco uh, van Lopik. Ja, zeker. Remco van Lopek heb ik uh, zeker veel van geleerd. En het is ook uh, A ja, een fantastisch event om mee te werken. Maar uh, nee, het is ook wel een... Uh, een goede keeperstrainer inderdaad, ja. De, eigenlijk de beste zaalvoetbalkeeper uh, die ik uh, ooit heb gezien. En, uh, en uh, daar coach van mocht zijn uh, hier in Ermelo. Uh, daar heb ik echt enorm van genoten. Ja, ja nee, ik wist niet dat hij de beste zaalvoetbalkeeper was. Maar uh, dan moet ik hem nog eens eventjes mee om de oren slaan dan. Maar uh, nee, dat is wel... Uh... Een hele goede en hele fijne vent inderdaad. Wat ik ook heel typisch voor jou vind, dat is dat je je zoon ook gelijk hebt meegenomen. Want ja, dat staat ons natuurlijk allemaal nog voor ogen. Die fantastische foto van jij en je zoon. Dat was wel tijdens een teleurstellend moment. Maar de week daarna was het des te mooier. Ja, nee zeker. Het is ook wel een beetje uit nood geboren dat hij hier mee is, want uh, mijn vrouw die is ook weg, dus ik, ik had geen oppas. Maar nee, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer leuk. dat uh, Hij is natuurlijk ook wel een onderdeel geweest van die vijf jaar dat ik hier gezeten heb. En daar, uh, waar we het al eerder over gehad hebben, heb ik natuurlijk een heel mooi moment uh, aan overgehouden met die foto. En dan is het ook wel weer leuk dat hij op zo'n avond zoals vanavond, dat hij daar lekker bij kan zijn en een beetje rondhubst en snoepjes krijgt. En, uh, dus dat is nee, hartstikke leuk, ja. Symboliek Daan, uh, nog heel veel uh, succes de komende competitiewedstrijd bij Genemuiden. Jullie komen er weer aan. Dat is een goed teken en uh, zet dat uh, volgend jaar uh, door bij uh, DVS. Gaan we zeker doen. Dankjewel Piet. Okay.